Ik heb een kijker een waterpark laten bouwen. Torben heeft namelijk in Bloemburg gewoon iemand een pretpark laten bouwen die uiteindelijk gewoon de dief was. Dus ik heb gewoon een kijker toegelaten tot de server. Of dat het slimste idee is om te doen, ik heb geen idee. Maar ik heb er wel een mooi waterpark voor terug. Alleen het zijn nog een paar problemen die ik moet oplossen. En voor die probleempjes die ik moet oplossen, moet ik eerst even terug naar het eiland. Want ik heb namelijk een aantal dingetjes nodig. En een van die dingetjes die ik dus nodig heb is iron. Dat is op zich toch wel een probleempje. Want ik heb geen zin om te minen op mijn vakantie, oké? Ik ben eindelijk op vakantie. Ik wil even helemaal niks doen. En ik heb alleen maar een diamond blokje. En ik heb niet eens een pickaxe om dat diamond blokje te hakken. Oh, en de eerste nacht in mijn hut was ook niet lekker. Ik heb niet eens een bed. Ja, er moet echt nog een hele hoop gebeuren. Laat ik maar beginnen met sowieso het hutje wat mooier maken. En nee, ik raak helemaal afgeleid. Ik moet namelijk het waterpark repareren. Er zijn namelijk een aantal dingetjes kapot. En dat heeft die kijker niet goed gebouwd. Boe! Ha! Torben! Oh nee, wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Wat doe jij? Hoe heb je mij gevonden? Oh, eindelijk vakantie. Eindelijk geen Torben. En dan kom jij alsnog hier. Oh. Ja, ik dacht al dat je zo zou reageren. Sorry. Oh, Torben, ik ben op vakantie. Ik heb geen zin in jou. Ja, je weet toch... Wil je weten hoe ik hier ben gekomen? Nou, hoe ben je hier gekomen? Nou, ik had mij gewoon... achtervolgd, hè? Ik had gekeken waar jij de hele tijd een plasje had gedaan in de bosjes. En toen ik jou spotten. Plasje in de bosjes? Waar heb je het over? Nee, dat is een grapje. Nee, je weet toch nog wel die rare boomstronk? In Bloemburg. Die lelijke boom die jij hebt maken was zo. Nee, die heb ik niet gemaakt. Ik dacht dat jij die aan het maken was. Ik heb die niet gemaakt. Nou, de wereld heeft hem gemaakt. Laat ik het zo dan zeggen. De wereld heeft hem gemaakt. Waar heb jij het over? Ja. Bro, je gaat me niet geloven als ik dit tegen jou zeg. Je gaat me niet geloven, maar... Misschien denk je dat wacht, ik... Wacht. Oké. Dus al wekenlang zie ik telkens een of andere lelijke boom staan in Bloemburg. Ja. Waarvan ik dacht dat jij die had gemaakt. En nu zeg jij dat de wereld die heeft gemaakt. Waar heb jij het over? Ja, ik heb hem niet gemaakt. En jij blijkbaar ook niet. Dus dan weet ik ook niet wie we moeten blamen die hem heeft gemaakt. Ja. Maar, oké, je gaat me misschien echt voor gek verklaren, alsof ik echt een clown ben en whatever. Ja. Maar hoor mij uit. Wat heb je gedaan? Wat heb je... Nee, kom, we moeten even bij het kampvuurtje. Die boom. Ja. Die kan praten. Die boom kan praten? Waar heb jij het over? Ja, ik meen het, bro. Er bestaan geen pratende bomen in Minecraft. Oké. Nee, nou, dan moet je maar teruggaan naar Bloemburg. Ik ben op vakantie. Ik heb geen zin in Bloemburg. Weet je hoe hard ik heb gewerkt als politieagent in Bloemburg? Ik heb nu gewoon zin om even lekker te chillen op vakantie. Ja, dat snap ik. Maar oké, dat had ik ook wel meegekregen. Maar ik wou jou toch nog even spreken omtrent Pato. Ja. Maar buiten dat om, wat die boom houden, die praat. Hij is toch niet ontsnapt, hè? Nee, niet dat ik weet. Oké, gelukkig. Nee. Maar die boom die praat, dat moeten we gewoon nog even bespreken. Ja, en wat zegt die dan? Nou, ten eerste, de boom is kapot groot. Groter dan jouw grootste droom over een boom. Groter dan die boom? Ja. Ja. Hij is op zich gewoon groter dan die hele berg en het eiland bijna. Hoe dan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar... Oké, maar wat zegt de boom? Wat zegt de boom? Nou, hij zei dus dat hij een wensboom was. Een wensboom? Ja! Nee, jij hebt sowieso gewenst dat jij mij weer kan vinden. Want je mist mij, hè? Je mist mij, hè? Nou, zo... Weet je, als jij dat wil denken, ja, ik miste jou. Nee, maar ik had inderdaad gewenst om jou te vinden. En ik land hier in een bootje. Mm-hmm. En hij werkt. Dus die boom die praat is een wensboom. Ja. En dan, het werkt ook gewoon. Ja, maar oké. Is toch gaaf? Oké, wacht. We gaan het oplossen. Heb jij ook zin in vakantie of gaan we elkaar het leven weer moeilijk maken, hè? Nou, ik was hier niet met Bloem voor vakantie, maar op zich ben ik er wel naartoe. Kom eens mee. Ja. Ten eerste, blijf hier vanaf. Ja? Een diamond blokkie. Af, niet met je vuisten hakken, dan verdwijnt hij. Heb jij helemaal geen spullen meegenomen op vakantie? Torben, ik was de weg kwijt, ik ben hier aangespoeld. Oh, dit meen je niet.
Oh, dat ben je niet. Ik heb helemaal... Heb je iron toevallig, of niet? Nee. Ik heb wel nog een iron shovel. Je hebt geen iron. Ik heb, heb je een bucket in je inventory of zo? Ik heb toevallig wel een bucket. Echt? Oh, die heb ik nodig. Die heb ik nodig. Die heb ik nodig. Maar wil je die... ik heb alleen wel water in zitten. Ja, dat maakt niet uit. Nee. Ja, nee, dat is perfect. Dat is perfect. Dat is perfect. Dat is perfect. Torben! Kijk, ga dan niet mijn zelf pakken. Ga dan niet mijn eiland verpesten. Oh. Nee, joh, als jij een glijbaan wilt, dan moet ik je nog wat laten zien. Want ik heb namelijk in de buurt een waterpark laten maken. Door wie? Dat gaat je helemaal niks aan. Maar wacht, ik heb een idee. Dit hier is de lelijke kant van het eiland. Hier mag jij een huisje maken. Kijk, hier. Okay. En dat is mijn kant van het eiland, begrepen? Mag ik deze bomen gewoon omhakken? Als je ze terugplant? Nee, deze bomen zijn niet voor de sier. Je moet andere bomen hakken. Succes met vinden. Oké. Maar ik heb een waterpark geopend. Ik moet nog een paar dingetjes aanpassen. Er zijn een paar dingetjes niet helemaal goed. En dan spreek ik jou over een paar minuutjes voor de grande opening. Want hij is veel mooier dan jouw pretpark, ja? Jij hebt hier niet stilgezeten. Nee. Maar ik heb het niet zelf gedaan. Oké, dan moet ik nog verklappen. Ik heb het een kijker laten maken. Ik ben op vakantie. Jij hebt er niet weer een kijker in de server gelaten? Ik ben op vakantie. Nee, maar deze kan je wel vertrouwen. Zijn er eens een keer kijkers geweest die onze server helemaal hebben gesloopt? Maar deze is te vertrouwen, Torben. Geloof me. Nou, ik zie je over 10 minuten bij de grande opening van... hoe ga ik het noemen? Ik weet niet hoe ik het ga noemen. Nou, doei! Domboland. Oh. Waarom zit Torben nou weer op mijn server? Dat wil ik helemaal niet. Maar dat maakt op zich niet uit. Als Torben zich gewoon gedraagt, is er niet heel veel aan de hand. En hij had een bucket voor me. Daar ben ik wel blij mee. Want, dacht ik, ga even een rondleiding doen bij mijn waterpark. Ik heb hier een mooie eend. En ik heb hier ook een hele mooie glijbaan. Maar wacht, ik ga de glijbaan even testen, want er is namelijk iets mis. Als ik hier namelijk omhoog ga, zo. En ik ga van de glijbaan af. Dan lijkt het op zich wel op een hele leuke glijbaan. Maar als je gewoon even wat verder glijdt, dan kom je er op een gegeven moment achter dat er een gat in mijn glijbaan zit. Dus die moet ik sowieso eerst repareren. Nou, daarvoor heb ik even een blokje nodig. Wat voor blokje? Ik heb geen idee. Een cactusblokje lijkt me niet heel erg handig om te gebruiken. Ik zie daar in de verte een dirtblokje. Weet je wat? Ik ga daar gewoon tijdelijk een dirtblokje dus. Of nee, misschien dat dit een beter idee is. Kijk. Gewoon een blokje sandstone. Kijk, dat is perfect. Ik heb hier trouwens... Ik heb gewoon nog hout in mijn inventory. Dat is nog veel beter. Oké, dan is in ieder geval het gat gerepareerd. Alleen er is nog iets. Er is nog een andere glijbaan kapot. Die moet ik natuurlijk ook nog even maken. Maar eerst, kijk, hier zo. Hoppakee. Kijk, dit is gerepareerd. Het ziet er misschien niet mooi uit, maar het doet zijn werk. Nou, hier heb je dus die trampolines. Ik kom er alleen niet op. Hoe kom ik hierop? Dit is moeilijk. Het is een soort van... Kijk, het is een soort van parcoursje. En dan hier kan je springen. Zie je? De bounce is alleen niet heel goed, maar het gaat om het idee. En dan hup naar de volgende. En dan kan je hier in de eend zitten. Dit is een soort van... Dit is een rubberen eend. Ja, ik vind het leuk. Oké, maar ik raak weer helemaal afgeleid dat ik moet opschieten. Want de opening die begint straks. En ik heb hier dus nog een glijbaan. Daarvoor... hoe kom ik omhoog? Wie heeft deze glijbaan alweer gemaakt? Nou, dat moet ik ook repareren. Ik moet hier op een manier omhoog kunnen. Kijk, plaats hier nog een blokje. Kijk, dan kan je op deze manier omhoog. En dan hier heb je een glijbaan. En deze glijbaan die werkt gewoon hartstikke goed zoals je kan zien. Alleen er is hier nog een glijbaan en die heeft helemaal geen water. En daarom had ik dus een bucket nodig. En eigenlijk had ik daarom dus iron nodig. Want met het iron kan je natuurlijk een bucket maken, maar dit is veel beter. Kijk, dan plaats ik hier wat water, zo. En dan is mijn hele waterpark klaar. Misschien is het niet het mooiste park wat er bestaat. Dus als jij denkt dat je het mooier kan bouwen, laat het even weten in de reacties. En misschien mag jij ooit wel een keer wat in Bloempark bouwen of een Bloemburg. Hoe ga ik dit trouwens noemen? Dit is... ik noem het gewoon een waterpark, of niet? Ik weet niet hoe ik het ga noemen. In ieder geval, kijk, dit is de ingang. En hier ga ik straks de opening doen. En dan moet Torben hier gewoon iets betalen aan mij. En dan pas mag je naar binnen. Jessie! Hallo! De ingang is hier. De ingang is hier. Ik kom via het water. Oké, om binnen te komen in mijn waterpark voor de grande opening moet jij mij wat betalen. Moet ik jou betalen? Wat heb je? Wat bied je? Wat bied je? Ik heb... Nee. Ik wil... Ja, ik heb kut sandstone. Oké. Sticks? Ja, geef maar een stick. Geef maar stick. Oké. Hey, ik vind dit een mooie kleur oranje. Ja, mooi hè? Ja, mooi. Ik had zelf lief voor rood gekozen, maar kom maar binnen in mijn waterpark.
Hij is, waarom lach je? Ja, nee, omdat je volgens mij iets zei dat het mooier was dan Bloempark. Maar ga door. Ja, oké. Okay. Welkom, hier heb je een brug. Okay. Zo. En dan... Dit kunnen alleen echte pro's. Dit is namelijk een parcours. Ja? Kijk, alleen echte pro's kunnen dit. Zie je? Weet je dat jij dat niet kan? Kom maar. Zie je? Auw! Kom dan. Oké. En dan kan je overspringen. Kijk, dit zijn kleine mini-trampolinetjes. Aha. En dan hier heb je een rubberen eend. Een bad-eend. Een rubberen bad-eend. En kijk, dit is de eerste glijbaan. En dit is de reuze glijbaan. We moeten eerst de andere proberen. Kom. Je hebt er meerdere zelf. Ik heb er meer. Ik heb in totaal... Ik heb in totaal 3 glijbla. Ik kan niet praten. Het heeft mij zoveel werk gekost om dit allemaal te maken, Tormen. Oké, ik ga op de blauwe, jij hebt de gele en dan wie het eerst beneden is, hè? Oké, je mag niks aanraken, gewoon loslaten. Oké, 3, 2, 1, go! Ik ben sneller. Ik ben sneller. Ik ben sneller! Oh, dan begin je echt precies tegelijk! Ja, waar is hij gewoon? Ja, dit is de kinderachtbaan. Of de achtbaan. Ging niet zo heel hard. Ik bedoel de glijbaan. Kijk, hier is de echte grote. Kom maar. Oh, maar dat is wel hoog, Jesse. Dit is niet hoog. Oh, dit is zo hoog. Dit is niet hoog. Kom maar. Oh, dit is hoog. Deze gaat ook een stukje sneller. Oh, jij gaat sneller. Al. Ja, dag. Joh. Ja, ik durf niet hoor. Jawel, Torben. Ik vind het eng. Ik heb hem zelfs nog helemaal gerepareerd, hè. Hij was namelijk kapot. Samen moet gaan. Nee, ik ga niet met jou samen, Jawel, Torben. Ik durf niet alleen. Nee, dat is tegen de regels in. Dat ik mag durf niet. Ik niet alleen. Nou, dan ga je niet. Kom maar. Go. Hier, zie je? Hij is helemaal niet zo snel. Hey, hallo. Kijk uit, er zit daar een gat. Kom. Hallo. En dan hier wachten en op het laatste moment wegduiken, weet je wel. En dan... Splash! Nou, leuk. Ja, dat was het. Ja, mag ik hier de hele dag komen als ik even wil verfrissen? Ja, de zee die is vies. Het is allemaal vies zout water. Dit is lekker zoet water. Dus dit is allemaal veel leuker. Is mooi, toch? Waar is de zee? Wat is dat koud water? Auw! Nee, zout water, niet koud water. Weet je, Torben? Ik ga er weer vandoor. Ik heb nog heel veel te doen. Veel plezier in het waterpark. Komt goed, dankjewel. Doei!